naar de spaceship. Ja. Wanneer gaan we weg? Wanneer gaan we weg? Ja, de toekomst voor de ruimte-exploratie. Er zijn een aantal strekkingen. Er zijn strekkingen en dat is bijvoorbeeld het Constellation Pro. Ik ga nu even over ruimtevaart, want ik weet dat veel mensen dan vragen van hoe zit het nou, wanneer zijn we, hier gaan we naar de Mars. Er was een programma dat Obama heeft afgeschaft, genoemd Constellation. Dat was eigenlijk een upgrade van het Apollo-programma om dan terug te gaan naar de maan en op termijn naar Mars. Ik denk dat Obama de heel verstandige keuze heeft gemaakt om dat stop te zetten. Het probleem is dat je dan eigenlijk met een soort van oertechnologie probeert toch naar Mars te gaan. Want Apollo-technologie is zeer primitief. Hè. Dat is eigenlijk een gecontroleerde ontploffing. Je zit eigenlijk op een vuurpijl en dan probeer je zo van de aarde weg te gaan. Dat is niet echt super elegant. En dus voor ontvang de winnaar, onze Belgische astronaut, die commander is geweest van het Internationaal Ruimtestation gedurende 6 maanden. Ik heb een lezing van hem bijgewoond en die zei van eigenlijk moet er nu onderzoek gedaan worden naar propulsie. Naar voortstuwingssystemen. En als we zitten nu in het dubbeldekkerstadium van de ruimtevaart. We moeten naar de jetfighter of de airlinerstadium geraken. En dan kunnen we eigenlijk gaan nadenken over Mars. Dat is één stroming. Anderzijds, het team waar ik mee samenwerk, dat is dan met die life support, die gaan ervan uit dat het toch wel lang zal duren. En dat je dan, als het lang zal duren, toch een biologisch systeem zal hebben dat je in stand moet houden. Dus het zal waarschijnlijk een combinatie van de twee zijn. Je zult inderdaad je voortstuwing moeten aanpassen, maar je zult toch wel een biologie nodig hebben. Nu, er zijn drie targets, dus de maan, Mars en een asteroïde. Mars ligt nog ver af volgens mij. Ze zeggen dat al, in 2040 zijn we op Mars, maar ik twijfel er echt aan. De maan is op dit moment niet zo heel interessant, omdat we zijn daar geweest. Dat heeft opzin. Op dit moment, voor die trip naar Mars, is er ook niet zoveel meerwaarde. Wat volgens mij, wat wij waarschijnlijk zullen meemaken, is een landing op een asteroïde. Dat vermoed ik dat we nog zullen. Dus een asteroïde, dat zijn die grote rotsblokken die zoals een pindanoot uitzien of zo. Die hebben heel weinig zwaartekracht, maar je kunt daar wel op landen. En dus onlangs heeft Japan een sonde gestuurd, een aantal jaren geleden. Die heeft er een klein staaltje van materiaal terug meegebracht. Maar de bedoeling is eigenlijk om een astronaut te doen landen op een asteroïde. En dat zou dan een 6 maanden trip zijn. Dat is al een goede brug naar Mars. Maar de grootste problemen om naar Mars te gaan zijn los van psychologisch en sociaal. Sluit maar eens een aantal mensen gedurende 3 jaar op in zo'n kleine omgeving. Natuurlijk, straling is echt zeer gevaarlijk als er een zonneuitbarsting is. Trouwens, vandaag geven we een hele zonneuitbarsting over ons heen. Maar als je het in de ruimte krijgt, is er dus geen magnetosfeer die beschermt. Ik krijg dat gewoon vol op je ruimteschip. Dat kan al heel problematisch zijn, los van al die andere technische moeilijkheden. Dus ik zie het nog niet zo snel gebeuren. En landen we dan boven of onder de asteroïde? Wist je dat er een experiment loopt waar mensen volgens mij in Moskou al langer dan een jaar in een gesimuleerde ruimtedoos zitten om dan puur de psychologie te testen? Ja, Mars 500. Hè. Ja, experimenten. Ja, inderdaad. We kijken vanuit biologische life support kijken we daar een beetje verbaasd naar. Omdat de moeite die ze er dan voor doen en dan het interieur van die dingen is volstrekt IKEA. Dat is volstrekt totaal niet representatief voor enige ruimte. Heb je die foto's al gezien? Dat ze zo houten latjes tegen de muur overal zo, met zo'n bureaustoelje. Dat is totaal niet. In plaats, als je dan zoveel moeite doet voor zo'n experiment, waarom simuleert je dan geen omgeving die representatief is voor de ruimteomgeving? Daar kan ik totaal niet bij. Plus dat vanuit een biologisch life support systeem. Is het al onverantwoord om in zo houten latjes te werken, want dat is het probleem van bioaccumulatie. Moet je inbeelden, je stopt mensen samen met moleculen in een tinnen kast, in een kast, en je laat die 3 jaar al die moleculen circuleren. Ja? Als je dan materiaal gebruikt zoals houten latjes die verlijmd zijn, dat geeft fumes, dat geeft dampen. Die dampen komen eruit, die eindigen in je cyclus en krijg je dus het enorme probleem van bioaccumulatie. Dus die concentraties van al die toxische stoffen in alle weefsels van biologisch materiaal in uw ruimteschip gaan allemaal omhoog. Dus vanuit dat opzicht is het ook al totaal krankzinnig om in zo'n houten latjes en verlijmde systemen te werken. Dus dat is werkelijk heel eigenaardig, maar dat is toch wel een beetje typisch voor die ruimtevaartindustrie. Dat zijn heel gescheiden afdelingen allemaal. Je hebt de psychologen, je hebt dan de ingenieurs, je hebt dan de biologen. Iedereen heeft zijn eigen normen en soms wordt dat nog niet zo heel fel samengewerkt, moet ik zeggen. Het zijn heel grote organisaties natuurlijk. Dus psychologisch vermoed ik dat wel interessant zal zijn, maar
eigenlijk had het toch met een beetje moeite dat nog veel meer relevante informatie had kunnen streven, denk ik dan. Maar... Ja. Dus ja. Dan zou je eigenlijk, wat je nu doet, dan is vooral voor de live support groep, zeg maar, zouden ze dus eigenlijk kunstenaars overal moeten proberen in te schakelen misschien, om die verbanden te leggen. Want als ik even een beetje analyseer waar we het over hebben gehad, het gaat heel erg veel over verbanden, communicatie tussen mensen uiteindelijk. Ja. Dat is volgens mij ook wat je zei, dat al een beetje jouw rol is in die live support groep. Maar dat hint misschien naar een groter belang van de kunstenaar, eigenlijk meer als, bijna als persoon, als persoonlijkheid. Dat is een heel goede opmerking. In allerlei organisaties, misschien in de Belgische regering. De rol van kunstenaar ook binnen als je kunst en wetenschap bekijkt, ja, dan is er natuurlijk altijd de vraag, welke rol kan een kunstenaar in het wetenschappelijk veld vervullen? De eerste rol die wij altijd toegemeten krijgen is de rol van illustrator. Dat is altijd zo. Al kun je mijn grafieken mooi maken. En heel serieus, de wetenschappers zitten daar zelfs die ironie niet van in. Je weet waarschijnlijk wel dat je mooie kleurtjes moet toepassen. Of dat kunstenaar zo, als hij mooie kleurtjes mag toepassen op een grafiek, in de zevende hemel is. Nu, dat is een grote reflex van heel veel, een reflex van een groot deel van wetenschappers als van kunstdenken. Dat kan helpen om mijn droge, saaie informatie, of mijn slideshow, of mijn grafiek, beter te doen communiceren. Nu op zich, als dat een vertrekpunt is om een connectie te leggen en om een brug te bouwen, heb ik daar niks tegen. Maar de kunstenaar regisseren daartoe, daar heb ik wel heel veel problemen mee. Een ander aspect dat al naar boven gekomen is, en dat wetenschappers ook herkend hebben, is dat van zodra je een kunstenaar in een wetenschapscommunity inbrengt, gaat die mensen samentrekken. En uiteindelijk gaan die wetenschappers zeggen, dat is eigenlijk wel goed geweest. Want die wetenschappers van twee blokken verder, ik wist bijvoorbeeld niet waar die mee bezig waren, en door die kunstenaar wordt er in één keer communicatie, wordt er plots communicatie op gang gezet. En dat werkt wel heel goed. Er wordt nu een topical team opgericht door de ESA. Die hebben ze tijdelijke teams. Arts and Science. Ik ben heel content dat ze dat nu gaan doen. En we hebben in april, ik ben een van de members van dat topical team. We komen in april samen en we gaan brainstormen hoe dat we die twee werelden kunnen samenbrengen. En die twee aspecten die ik daarnet aan op dit moment voorstel. Maar het derde, wat ik grote voorstander van ben, zit er nog niet in. Dat is dat ik ervan overtuigd ben dat kunstenaars ook binnen een onderzoeksproblematiek een rol kunnen vervullen en aan troubleshooting en problem-solving en inzichtverwerving kunnen doen. En gewoon een deel kunnen uitmaken van de groepsintelligentie. Want in veel onderzoek is uiteindelijk toch een groepsonderneming. En dat kunstenaars ook wel eens serieus mogen genomen worden om mee na te denken over grafieken en analyses en hypothesen en zo. Maar dat is hoe dat voor veel wetenschappers is dat nog een beetje... moeilijk om te aanvaarden. Maar ik wil daar wel een brug voor proberen maken. Natuurlijk ben ik een beetje biased, omdat ik zelf een wetenschappelijk achtergrond heb. Dus voor mij is dat wel makkelijk om te doen. Ja. Dus ik moet daar zelf wel nog wat rond zoeken. Maar ik geloof daarin. Ik geloof dat kan. Ik wil zeggen, want dat lijkt me ook voor veel kunstenaars nog wel een stap. Zeg maar. Het gaat over zelfvertrouwen. Ja. Het gaat echt over zelfvertrouwen. Ja. Dat is iemand die een analyse... Ja. Dat kan, ik ben er echt van overtuigd. Maar je had het over het boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. En in dat boek probeert het hoofdpersonage, het man en macht, zeg maar, de twee manieren van kijken naar de wereld samen te voegen of tot één concept te komen. Maar als ik me goed kan herinneren, hij draait helemaal door en wordt schizofreen. Wil jij zelf wat? Het is een crisis waar hij doorgaat, maar ik heb niet het gevoel dat het boek eindigt in de crisis. Het boek eindigt niet in de crisis, het boek is een loutering. En ik denk wat het mooiste dat het boek kan aanbrengen is het feit dat er ook een soort spiritualiteit kan zitten in een omgang met technologie. En dat vond ik toch een enorm inzicht, dat zoiets kan. En dat is voor mij toch wel de hoofdboodschap van. Nou, voor mij ook, hoor. Dat is een heel positief boek, ook voor mij ook heel invloedrijk. Maar als je jezelf zou moeten inschalen, zeg maar, of je meer aan de kant staat van het rationeel denken of van het romantisch kunstzinnig denken, ben je helemaal in balans voor jouw gevoel dat je het echt 50-50 hebt bereikt? Of is het nog steeds dat je toch meer een wetenschappelijke of kunstzinnige kant, persoonlijkheid hebt eigenlijk? Dat is een heel goede vraag. Ik denk inwendig dat die twee aspecten even sterk aanwezig zijn. Bij jou of bij iedereen? Nee, bij mij. Bij mezelf. Ik kan alleen maar over mezelf praten. En dat die even sterk aanwezig zijn. Maar in mijn dagelijks leven ben ik nog eigenlijk niet helemaal tevreden. En voel ik dat die behoefte aan een meer spirituele natuur
dat krijgt eigenlijk niet genoeg voeding, niet genoeg aandacht. Dat weet ik van mezelf. Ik ben er ook naar op zoek. Ik heb bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland... In Nieuw-Zeeland ben ik nogal geschrokken geweest door de dialogen met Maori over contact met natuur. Dan komt dat weer allemaal naar boven. Zo. En dan voel ik van... Ooit zal het mij lukken om zo meer, om alles, met alles goed contact te hebben. Maar heeft het ook niet te maken met in een westerse maatschappij, leef je in België, Nederland, dat het gewoon volstrekt. Heel moeilijk is om dat te bereiken? Volstrekt. En dat is nog iets wat ik kom terug uit de Sahara, enkele dagen geleden stond ik in de Sahara, tussen de High Atlas en de Anti-Atlas, dus de twee bergen, berggebergten, op een van die outcrops, geologische outcrops. En we hadden zo 45 minuten. En als ik een berg zie, ik moet erop staan. Ik kan niet laten. Dus dat is zo in snel tempo helemaal naar boven geklauterd. Op 20 minuten was ik boven samen met een collega. We waren er met twee. En de sublimiteit van zo'n landschap. Ik letterlijk adembenemend. In mijn adem stokte echt. Dus de honderden kilometers die je kunt zien. Al die geologische kleuren. Die immense ruimte. Dus een cliché. Dat is echt heel romantisch. Hè?